In dit filmpje leg ik uit hoe een gemeente bestuurd wordt en wie je daar allemaal voor nodig hebt. Om de 6 jaar wordt in elke gemeente een nieuwe gemeenteraad gekozen. De gemeenteraad bestaat uit mensen van allerlei verschillende partijen die veel ideeën hebben over hoe hun gemeente er moet uitzien en hoe deze bestuurd moet worden. Deze mensen maken reclame voor zichzelf door affiches op te hangen of flyers uit te delen. Zo proberen ze ervoor te zorgen dat je op hen gaat stemmen of op hun verschillende partijen. Maar wie mag er dan gaan stemmen? Wel, iedereen die 18 jaar of ouder is, moet gaan stemmen. Die moeten eens goed nadenken welke partij of partijlid hele goede ideeën heeft, dan gaat hij naar het stembureau en brengt daar zijn stem uit. De mannen en vrouwen die dan de meeste stemmen halen, winnen en worden samen de nieuwe gemeenteraad. Deze gemeenteraad komt maandelijks samen en maakt allerlei verschillende beslissingen. Zo kunnen ze ervoor kiezen om een nieuw speelplein te bouwen of om een nieuw zwembad aan te leggen in de gemeente. Ook kunnen zij kiezen wat we naar het containerpark kunnen brengen om later te recycleren. De gemeenteraad mag ook nog een burgemeester aanduiden. Deze burgemeester zorgt ervoor dat alles wat de gemeenteraad beslist, ook uitgevoerd wordt in de gemeente. Om al deze beslissingen te kunnen uitvoeren, heeft de burgemeester nog enkele helpers. Al deze helpers hebben een eigen taakje waarvoor ze moeten zorgen. Deze helpers noem je de schepenen. We kijken nu eens naar de verschillende taakjes die deze schepen hebben. Je hebt de schepen van onderwijs. Hij zorgt voor de gemeentescholen en bijvoorbeeld de muziek- en toneelscholen uit de buurt. Je hebt ook de schepen van natuur, die zorgt voor een goede ophaling van het huisvuil, een goed containerpark en een schoon milieu in de gemeente. Dan heb je nog de schepen van mobiliteit, die zorgt voor veilige wegen voor zijn autobestuurders, fietsers en voetgangers. Er is ook een schepen van sport die ervoor zorgt dat er veel sportmogelijkheden zijn in de gemeente, zoals een sporthal of een zwembad. Dan heb je nog de schepen van cultuur, die instaat voor de bibliotheken en het cultureel centrum, waar je naar voorstellingen of toneelstukken kan gaan kijken. En de schepen van financiën, die beheert het geld en de betalingen van de gemeente. De burgemeester heeft ook verschillende taken waar we eens even naar gaan kijken. Zo is de burgemeester de voorzitter van de vergadering van burgemeester en schepenen. Ook ondertekent hij alle officiële documenten van de gemeente en is het hoofd van de politie. Hij is dus verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn gemeente. Ook is hij de persoon die de beslissingen van de gemeenteraad en hogere overheden moet uitvoeren. Een heel groot takenpakket dus.